Hallo mensen, welkom bij deze nieuwe video op ons kanaal. Mijn gevaar is God, Free Clash World Generator. Denk dat je naam gaan veranderen. Maar alsnog, hier ben ik, Daan. En we gaan gewoon The Forest spelen. Voor mensen die niet weten wat The Forest is, ik stel hem in normal mode, want ik heb geen zin om extra moeilijkheid zeg maar te gaan spelen. Maar, voor mensen die niet weten wat The Forest is, het is een survival horror game. Op de computer, dus ik heb extra mijn computer opgestart hiervoor. En ja, ik zal jullie wel laten zien, dus ik hou nu even mijn back. En dan kunnen jullie gezellig kijken naar deze story. Tot zo. Holy damn. Gaan we nog crashen? Oh my god. Oh jee. Ik dacht dat het een plane crash erger was, maar ik zou niet opraten. Oké, okay, dus oh ja. Yes. Nee. Pak mijn zoon niet af. Timmy, kom terug. Ga weg, vieze rode man. Ga weg. Oké, en we worden wakker in het gecrashte vliegtuig. En hier hebben we... Oh, Nancy. Hallo Nancy, hoe gaat het? Nancy, nee, laten we die vrouw gewoon Linda noemen. Hallo Linda, hoe gaat het met jou? Ah, het gaat zeer goed met mij, Daan. Oh, mooi hoor. Een beetje raar, mij niet zo heel erg goed, maar... Dat moet jij weten, hè, Nancy. Oké, jongens, ik heb even met mijn graphics gesloten, want ik ben niet heel erg blij met de FPS. Dus tot zometeen. Nou jongens, ik ben er weer. En heb gewoon even mijn shadows van in plaats van very high naar high gezet. Gewoon iets minder lag in plaats van 40 FPS, gewoon 60 altijd. Maar tenminste, The Forest is een survival horror game. En we moeten proberen dit eiland af te komen. Alleen, er zijn zeg maar van die naakte ventjes zoals je net zag, die rode. En die rode zul je niet zien. Tenminste, er zijn van die ventjes en die probeer je te killen. En dat noemen wij kannibalen. En die zijn heel smerig en die moeten wij doden. En die willen mij ook doodmaken. En als je niet wat een kannibaal is, dat is iemand die zeg maar zijn eigen soul opeet, dat is een mens. Dus eigenlijk zijn dieren ook kannibalen als ze hun eigen soort opeten. Ja oké, okay, dikke exposed, maar oei. Als ik, ja kijk, hier zit ook meteen een speer in het water. Speer in het water. Hebben wij even geluk. Kunnen we meteen even... Kijk eens jongen, visje gevangen. Ik had gisteravond nog geprobeerd dit op te nemen, alleen toen deed mijn computer al raar, dus... Was een beetje raar. Wat kut. Meteen even dit veranderen. Hier was in de medicijnen. Oké, okay, 3 is medicijnen. Dit had ik het gisteren goed. Oh. Maar tenminste, ik ben van plan om een klein hutje te gaan bouwen met een omheining eromheen. Dat we tenminste een klein beetje veilig zijn. En dan de volgende aflevering te upgraden naar een groot huis. En laat als je het alsnog gewoon even een comment en een like achter als je het leuk vindt. Als je dit een kutserie vindt, mij boeit het niet, je kunt het ook gewoon zo zeggen. Je moet het helemaal zelf weten of je dit wil kijken. Ik doe het omdat ik er zin in heb en ik vind het een leuk spel. Ik heb het ook al best wel vaak gespeeld. Waarschijnlijk al over de 100 uur, dus ik weet er aardig wat van. En alsnog, laat maar een like achter. Reageer en sub. Gewoon als je het leuk vindt en als je ons kanaal leuk vindt qua content. Ik zeg niet dat je het moet doen, maar AUB, we hebben subs. We willen sowieso het einde van...
What the fuck was dat? Oké. Oké, daar schrok ik even. Wat? Kijk dit dan. Ik schrik ook gewoon van een geluidje. Kutbeesten die hier rondlopen. Want mensen... oh, hier is nog een koffer. Ik ga nu zeg maar heel veel bomen omhakken. Dus doe ik even een timelapse van. Dus ik zal jullie zo meteen wat terugzien. En dan... tot zo. Oké, jongens, ik ben weer terug. Trouwens, afvraag waarom ik dit doe, dat is omdat ik dan kan weten wanneer ik knippen, zeg maar. Maar als allereerste, ik ontbreek even, dus ik wil even een temporary shelter maken. Want als ik het niet afkrijg, dan kan ik de mensen even opslaan. En dan killen die idioten mij niet. En beter heb ik genoeg liefst, waarschijnlijk niet. Oh, ik heb genoeg. Oké, dat is nice. Nou, als het goed is, is dit genoeg. Oh, serieus? Nu is het genoeg. Dan saven we meteen even de game. Nou, dit is van gisteren, dus dan confirmen we dat meteen. Meteen even overwriten. En ik was zeg maar van plan. Ik was zeg maar van plan om een huis te gaan bouwen. Had ik al gezegd, maar... ongeveer zo'n huisje. Moet ik alleen even kijken waar de deur is. Hoe de city... Ja, daar. En dan gaan we maar aan de slag. We hebben gewoon een klein hutje, maar het zal ervoor zorgen dat we kunnen pitten. Goed is. En anders slapen we gewoon in de temporaire shelter en gooien we die hier middenin. Maar als het goed is kun je hier middenin wel saven, dus het is wel nice. Kijken, kunnen we hier in ja, kijk, we kunnen hier ook gewoon slapen, dan doen we dat gewoon. Pakken we gewoon lekker blauw als kleurtje. En dan saven we gewoon hier. Dus eigenlijk hadden we zo'n temporaire shelter niet hoeven te bouwen, maar stel je voor het huis gaat kapot, hebben we hem alvast. Oké, ga weg, Smokey in X-Bloomb. Homo. Wat nog iets heel belangrijks is, dat is een kampvuur, dat hebben we ook nodig. Dan zetten wij dat zo heel mooi naast de deur. Oké, nog twee stenen als het goed is. Kijk, hier. En... drie sticks. Ga ik die even pakken. Hoppa. Kijk eens. Gewoon het zeggen, wat was dat nou? Maar... even gewoon even hangen. Even een defense omheen gooien. Stond dat hier toch? Ja, hier. Kijk eens. Trouwens, die idioten van kannibalen kunnen gelukkig niet door het water. Hallo meneer de vogel. Gewoon lekker even het vogeltje killen. Ik zal proberen deze video
leuk te maken door gewoon muziekjes en zo eronder te gooien, maar het is een beetje lastig aangezien ik niet echt iets heb om het zeg maar leuk te maken. Niet precies hoe ik deze video echt heel leuk kan maken. Maar ik zal het proberen, dat zeker. Maar ik ben gewoon niet echt van, oh ik ben heel enthousiast. In het begin was ik dat al. Nu nog steeds, hè, maar gewoon, ik ben een beetje nerveus voor als die kannibalen me dadelijk laten schrikken, dan word ik een beetje pissig. Wat? Oh, ik dacht al, lag daar nou een vogel of? Dat zag ik fout. Maar dat zag ik gewoon fout. Oh, kijk eens, daar heb je al de eerste. Ja, jou zag ik wel, hè. Kom dan. Kerel. Heb jij? Oh. Ja, ik ga even mijn huis in. 7. Dan pak ik even het speertje. Ja, nee, weet je wat? Dat we gewoon... Oh, het gaat regenen. Gewoon even lekker in het huisje zitten. Wat is zo heel vies lachen, hè? Maar het ook helemaal zat. Stokje in de fik. Deze geluiden zijn soms echt fucking eng. Ho, mevrouw. Jodenkoekje. Oké, dan gooien we deze lichaam meteen even op het vuur. En dan... ik dacht al, kwam er zo'n idioot aan, maar... We hebben meteen wat te eten en hebben wat botjes. Dus... En botten kunnen we gebruiken voor een betere speer te maken, die wat sterker is. Nou, ik ga even mijn huis in even saven. Zo. Ik save heel erg vaak, dat weet ik. Ik ben nog bezig met opnemen, ze dus ook schön. Nou, of ja, weet je, we hebben nu eigenlijk helemaal geen eten meer, dus. Omdat ik zeg maar de volledige lichamen erop heb gegooid. Maar boeien. We kunnen ook nog gewoon een vogel neermappen. Maar eenmaal hier gewoon een base hebt, dan voel je ook... Hey, oh, hier is die gekke designer koffer. Ja, kijk, ik krijg er zo'n gekke bodywarmer uit. Deed ik gisteren ook. Wat mooi. Heb ik fout gehoord. Ik hoorde wel iemand lachen. Dat was waarschijnlijk tussen mijn oren. En één schedel. Oh, ik weet iets leuks. We gaan gewoon meteen een skull lamp ophangen. Ja, dat is leuk. Ja, kijk hier een skull lamp. Dat is zo grappig. Hangen we hem hier in de hoek. Hebben we gewoon een gek mannetje. En nog één rope. En die kunnen wij maken. Lui ben om even een rope te gaan halen. En nu hebben we gewoon een lantaarntje. Nou, is toch chic. En ik heb hem weer gesaved. Ik weet het. Ik doe het veel te vaak. Maar 7 is gewoon fijn. Dan ben je gewoon erg zelfverzekerd, zeg maar. En ja, ik heb het spel best wel vaak gespeeld, had ik al gezegd. Ik weet niet echt precies wat ik moet zeggen. Maar waarschijnlijk zal ik hier ook een timelapse van maken. Het zal ook kunnen zijn... Ja, godverdomme, als ik er stukken... Dat ik er stukken tussenuit knip. Dat is ook zeer een grote mogelijkheid. Waar de fuck zijn we eigenlijk op de map? Dat vraag ik me ook af. Niet dat er een map in deze game is, maar... Ik hoorde volgens mij wel iemand. Maar gewoon offeren waar we ongeveer zitten. Deze locatie ken ik niet echt helemaal. Ik ken alleen maar dat bij de beach en ergens anders. Maar jullie weten waarschijnlijk totaal niet wat ik ervan heb. We hebben al een kleine muur. Niet dat het echt heel erg sterk is, maar hallo vogel.
Hallo Mr. Bird. Nou, het is al bijna bedtijd, dus het is niet heel erg vroeg meer. Cooking pot. Use to boil what? Kun je nu ook water kopen? Nee. Wat gek. Boppik. Wow, dit is echt vet. Ik wist helemaal niet dat het kon. Ik klink nu echt gewoon alsof ik ram achterlijk ben, hè, maar... Huh, ik wist helemaal niet dat dit kon. Wow, dit is op zich best wel vet. Oh, what the fuck ben ik aan het doen? Ik heb hem allemaal zo erin gegooid. Nou, boeien, laat dat maar even pruttelen. Dan ga ik wel even verder met shit verzamelen. Die homo's zou komen. Boos. Krijg je het muurtje denk ik wel af, hoor. Ik denk dat ik de volgende aflevering beter huis ga bouwen. En dan misschien ook nog een grot in. Grotten in ben ik zelf in singleplayer niet echt de allergrootste fan van. Maar laten we het maar doen, hè. Schijnend leven. Ah, kijk, daar loopt er een. Die heeft me gelukkig niet gezien. Oh, die wel. Ik ren even heel snel mijn huis in. En het is nou 5 uur. Dus ik weet niet hoe lang ik al bezig ben, maar niet heel erg lang al dus. Mijn vreten al bijna klaar. Oh, wat de fuck is er met die pan gebeurd? Old pot. Huh? Wat is mijn eten? Ah, wacht, ik kan jouw water... Oh, kut wijf. Kut vrouw. Kom dan. Wat doe je? Wat is er mis met jou, jij... Idioot. Kut vrouw. Doei. Zo, dan gaan we nu meteen even onthoofden in het huis. Dus wow. Ja, kan ik misschien beter buiten doen, maar. Zo, eerst volgens mij vallen de leden maar. Ja, kijk eens meteen het hoofd eraf. Oh, chic. Schön. De benen eraf. Trouwens, dit ga ik ook echt opeten, want ik heb niet heel erg veel keus. En het klinkt heel vies, maar human meat levert heel wat health op. En dan maak ik geen grapje, echt heel wat. En deze shit flikken we hierop en dan krijgen we botten. Kijk, en dan vullen we die pot even met water. En nu hebben we een waterpot. Dan gaan we daar lekker onze shit op koken. Lekker ons beentje. Oh, dit is ook gewoon een stoom. En ja, het been steekt er ook half doorheen, maar boeien. Dat doen we net of we dat niet zien. Ja, je kunt niet over dit hek heen springen, alleen waarschijnlijk die kannibalen wel. Dat ze dan... Hun kunnen dat dan wel, maar ik dan wel niet. Ja, daar heb ik eigenlijk echt van die kannibalen die 3 meter hoog zijn. Ze zijn er... 3 meter is een beetje heel erg hoog, maar... 2 meter of zo, dat is echt, die zijn echt groot sommige. Hallo. Pijnstillers. Dankjewel. Ah ja, fuck. Weet je, in het spel kun je ook niet echt in grotten overnachten, want daar wonen die kannibalen juist. Of in een of andere vergaskamp, maar dan heb ik ook geen zin om daarin te wonen. Ah, lekker, hè? Huh? Ah, hij is nog een spiegel ook, hè, zeur. Hè? Huh? Wat, ik heb gewoon twee potten. Oh, ik heb gewoon mijn pot heb ik gewoon geduplicate. Oh, gek. Ik heb gewoon mijn pot geduwd. Ja, gewoon... The fuck is dit? Potten duplication glitch. How to dupe a pot.
Weet je, ik maak gewoon even dit hek af en dan stop beëindig ik ook gewoon de video, dus. Zal niet meer lang duren, hoop ik. Zo, kijk eens aan. En het begint nogal aardig donker te worden. En aardig hard te regenen. Ik weet niet of ik al kan pitten, dan doe ik dat meteen. Oh nee, ik kan nog niet pitten. Ik kan wel alvast 7. Hoeveel tricep heb ik? 1. Tering. Ja, weet je wat? Ik denk dat het handig is om even een drooggek neer te gooien. Ook al is het niet het allerbelangrijkste. Een drooggek is wel handig. Ja, het is wel handig. Kunnen we daar gewoon even al die benen zo aanhangen. Hoeven we niet per se te laten spoilen. Dat is wel mooi. En het begint aardig donker te worden, dus en dan ga ik even pitten hoor. Nou, even hop, 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 hop. Nou. Wat is allemaal aan de hand bij mij in het huis, hè? Ik zie jullie weer wanneer het ochtend is, dus het tot zo, jongens. Nou jongens, oh. Ik ben alweer, dus, hey vogeltje, hallo, op wat hè. Ik ben alweer lekker vroeg in de morgen. Oké, is het hek af, maar als er nou, ik wou net zeggen, als er iemand hier stond op te wachten, was ik zo boos. Is die shit al gedroogd? Nou, ik wou net zeggen, ik ging lachen als het was gedroogd. Heel erg snel geweest. En dan gooien we even een vogel op het vuur. Zijn die gespoild? Oh wacht, die zijn ook fresh op de een of andere manier. Nou ja, boeien. Moeten we gewoon even van profiteren. Oh ja, wacht, ik kan ook een betere speer maken. Daar, wel een goeie. Zo, kijk, meteen een betere speer. Speer bedoel ik. Speerhips. Kunnen we lekker even eten. Honger. Die potten vind ik wel leuk. Dan maken we alleen maar zo'n pot zeg maar aan de boom hangen voor tricep te collecten. Alleen nu kun je ook gewoon blijkbaar dit doen. Weet je wat? We hebben toch 2 potten, dus we willen ook meteen een tricep collector neergooien. Why not? Ja, hoezo eigenlijk niet. Hebben we dat ook meteen. Niet echt dat is niet echt nodig, maar boeien. Scheidend leven. Zoals Sam dat zou zeggen. En dan... Huh? Welke boom kan het dan? Deze volgens mij dan, hè. Ja, je hebt bij dit soort bomen kan dat wel. Moeten we even stokjes pakken. En dan... We hebben toch een loftrijp, boeien. En dan gaat die lekker even tricep collecten voor. Dan hoeven wij dat lekker zelf niet te doen. Hey, kijk eens hier. Zijn lekkere koffertjes. Ik weet niet hoe lang deze opname trouwens al is. Hè. Ik wil het gewoon even afmaken. Hey, weer een gekke designer koffer. Nu hebben we andere kleertjes. Ik denk echt dat niemand deze video tot hier kijkt, maar als je tot hier kijkt, shout out. Oh, ik dacht al tennis. Shout out naar jou, jongen. Echt, goed zo. Ik wou net zeggen, ik haak, ik haak. Gewoon even proberen, kan geen kwaad. En we moeten weer gaan lopen. Yay.
zin in. En je liggen van. Ja, deze game loopt echt smooth hoor. 60 fps. Dat is echt fijn. En dan ja, gooi je weer even boompjes om en zo. Hallo. 42 stokjes. Dus, het laatste stuk jongens, ga ik even speed up alweer, dus tot zo. Ik vraag me uit af hoe die kut audio klinkt. Als ik kut doet, ben ik echt boos. Ik word net zoals ze met Philips zoeken, altijd afgeleid. Of iets anders. Geen boost. Geen... Nee, weet je wat? Pak me even een snack. Ja, wat wil ik worden? Oké, we zijn al bijna klaar met die. Ik kan hem lekker even gaan eten. Niet echt heel te veel wagen wordt gedouwd, maar wel iets, hoop ik. Maar dat is wel even. Ja, je kunt altijd meer rockstra. Gewoon proberen ze gewoon allemaal alle 7 te krijgen. Lukt wel toch? Oké, okay, jongens, dan zijn we nu eindelijk klaar met het hek. Ik wil jullie alvast bedanken voor het kijken. F7. Laat alsjeblieft een like achter en reageer of je de video leuk vindt. En likes kan ik het ook zien, maar reacties. Kan je ook zeggen wat ik de volgende keer bijvoorbeeld kan gaan doen. Zoiets. Dus dan zou ik zeggen. Tot de volgende keer. En ja, zeg maar of ik door moet gaan met deze serie. Doei doei.